Nadat vorige week de Eredivisie van start ging, is het dit weekend ook de beurt aan de Eerste Divisie. Voor NEC betekent dit een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven in de keukenkampioendivisie. Tot nu toe 2 nieuwe spelers dit seizoen en 3 trainers, waarvan François Gesthuis in de pers te woord staat. Het wordt tijd voor het serieuze werk. De tijd van freewheelen is voorbij. Nou, we hebben nooit gefreewheeld. Nee, we hebben gewoon een serieuze voorbereiding gedraaid. Ik snap wat je bedoelt. Hè. Voorbereiding is voorbij, nu gaat het om het echi. Dus ik ben benieuwd waar we staan. Zijn jullie er al helemaal uit? Ja, wel zo goed als. Kijk, sommige dingen zijn keuzes die je moet maken op basis van jongens die geblesseerd zijn. Dus die kunnen niet spelen. En hier en daar wat twijfels waar we nog keuzes in moeten maken. Als je net ziet, bijvoorbeeld Maat Dijkstra heeft niet getraind. Maar die kan bijvoorbeeld niet spelen. Sven Braak heeft niet getraind. Heeft zelf aangegeven dat hij niet topfit is. Weinig geslapen de afgelopen nachten. Dus kon vandaag ook niet trainen. Dus die kans is ook groot dat hij niet gaat starten. Is het lastig met z'n drieën om tot beslissingen te komen? Nee, tot nu toe is dat heel makkelijk gegaan en heb je natuurlijk wel eens een discussie over bepaalde zaken. Maar wat ik zeg, sommige dingen zijn heel makkelijk. Als iemand niet kan spelen, dan moet er een ander in. En als je ook kijkt naar de samenstelling van de selectie, zijn sommige posities niet heel erg goed ingevuld. Dus dan kom je ook makkelijk tot elkaar en dan kom je ook makkelijk op dezelfde persoon uit. Dus tot op heden is dat niet zo. Oké, linksachter hebben we een nieuwe aanwinst sinds gisteren. Ben je daar blij mee? Ja, daar zijn we heel blij mee. Positie die eigenlijk al, waarvan we al wisten dat die ingevuld moest worden. We wisten al vrij snel dat Leroy gewoon problemen had om zich te motiveren om nog überhaupt te voetballen. Dat heeft misschien niks met NEC te maken, liep hij al wat langer mee. Nou goed, uiteindelijk is dat heel vervelend voor die jongen. Hè. Ook als je al zo lang loopt met het feit dat je het niet meer leuk vindt, is dat vervelend. Dus we wisten al lang dat die positie ingevuld moest worden. Nou, een aantal proefspelers gehad, Bas ook. En dan waren we eigenlijk benieuwd van hoe fit hij zou zijn. Nou, uiteindelijk blijkt hij een hele voorbereiding in Roemenië te hebben gedraaid. Nog 2 weken eerder begonnen is dan dat wij begonnen zijn. Wedstrijden heeft gespeeld, Supercup heeft gespeeld daar. Dus die was in één keer fit en inzetbaar. Dus buiten de kwaliteit van hem, waarvan we vinden dat dat prima is. Ja, is natuurlijk ook een meevaller dat hij gewoon topfit is en wellicht ook gewoon zou kunnen starten. Nog voor de 1 wedstrijd gespeeld is Bas Mouliel. Feliciteren toch? Ja, je kan me feliciteren. Net. Ik heb getekend gisteren en hartstikke mooi. Tevreden? Ja, zeker. Het is toch heel snel gegaan en nu getekend, dus dat is alleen maar top. Kun je het kort uitleggen hoe dat dan werkt? Als je dan krijg je een telefoontje en dan? Ik was natuurlijk in Roemenië een tijd en ik had besloten dat ik liever weer terug wilde. Dus ik was in Nederland zonder club en toen kreeg ik inderdaad een telefoontje of ik hier mee wilde trainen voor eventueel een contract en zo is het gegaan. Hoe is de sfeer? Ja, dat is goed. Ik zie wel dat ik word goed opgevangen. Aardige jongens, serieus en al met al prima. Zijn we klaar of gaat er nog wat komen? Nee, in principe moet er nog wel wat bij. Alleen ja, goed, jij kent de situatie van de club ook. Hè. Er zal ook waarschijnlijk eerst iets uit moeten voordat er wat inkomt. Maar we zijn nog wel een aantal posities waar we graag versterking willen. En daar zijn we wel mee bezig. Oké, dus de 11 voor morgen zijn min of meer wel klaar, denk ik. Ik denk dat een aantal gevestigde namen op de bank zullen gaan zitten. Hoe gaan die jongens daarmee om? Ja, dat zullen we nog moeten zien morgen in de opstelling of die op de bank gaan zitten. Wat is gevestigd? Ik denk dat jij bedoelt de wat oudere jongens. Nou goed, een aantal jongens hebben daarin wel duidelijkheid van ons gekregen. Wij zijn vooral benieuwd inderdaad, hoe gaan deze jongens daarmee om? Wij willen alleen maar jongens die heel graag hier willen spelen. Ben je blij dat het begint? Ja, uiteindelijk ben ik wel blij. Kijk, je speelt wel wedstrijden, maar uiteindelijk is het wel lekker om in het einde van de voorbereiding snak je ook wel naar het echi. Dus wat dat betreft ben ik wel blij. Succes. Dankjewel.